ik sta aan de gang, want ik heb net sokken gepakt. Misschien wel wat makkelijker lopen namelijk. Heel even kijken. Krijg ik dat met één hand? Verwacht van wel. Ja, maar zit ze natuurlijk wel binnen spuiten. Oké, ik ga even neerzetten, want anders gaat dit niet lukken, denk ik. Ben ik bang. Ik heb me ondertussen heel even omgekleed. Uit mijn pyjama gegeven, wil ik eigenlijk zeggen. Oké, dit gaat echt niet lukken. Ik ga jullie even recht neerzetten. Geen idee. Geen idee waarom ik letterlijk de andere kant van de kamer pak om iets om jullie neer te zetten. Maar oké, één sok aan. Dan moet ik natuurlijk een andere sok gaan aan. Echt een beetje chaotisch vandaag. Misschien omdat ik ook gewoon veel te lang in bed ben blijven liggen. Oh. Misschien omdat ik wel veel te lang gewoon in bed ben blijven liggen. Het is namelijk gewoon, hoe laat is het? Het is 10:50. Ik ben letterlijk nog geen 10 minuten uit bed, denk ik. Ik heb wel even nog niet eens mijn tanden gepoetst. Ik ga nu mijn tanden poetsen. Ik heb mezelf wel heel even omgekleed dus, zoals ik net zei. Ik heb even een cropped hoodie aan. Ik heb mijn riem aan die ik van het zusje waar ik heb gekregen. Nee, van de moeder waar ik heb gekregen tijdens kerst. Ik heb een high-waisted jeans aan, zodat die crop top iets beter uitkomt. Ik heb mijn ketting om van Rick. Ik heb mijn horloge om van Rick. Ik heb mijn ring om van mijn moeder. En ik heb een stukje aan van de kruidvat. Dus dat is het. Sokken van Hema. Heb ik dan alles? Ik denk het. Verwacht van wel. Ik heb ook ondergoed aan, maar ja. Ik hoop dat jullie dat snappen. Ik ga jullie even. Nee, ik ga even tanden poetsen, want ik moet oprecht even haasten. Ik heb namelijk afgesproken. We hebben afgesproken met onze suikeroom om bij ons thuis te lunchen. We zouden eigenlijk vandaag weggaan om ergens te shoppen. Gewoon voor gezelligheid, zeg maar. Dat doen we eigenlijk eens in het jaar ongeveer. Nu met corona is het een beetje lastig geweest. Dus zouden we met de vorige maatregelen nog naar het centrum kunnen. Dat gaat nu dus niet meer. Dus we hebben afgesproken om nu te gaan lunchen. Ik twijfel trouwens even of ik het voor. Nee, ik moet het zo gewoon doen. Ik weet het allemaal niet. Het boeit me allemaal niet. Maar we zouden dus eigenlijk naar het centrum gaan. Of naar een stad gaan. Dat gaat nu niet door. We hadden nog niet eens beslist waar we naartoe zouden gaan. Hoor. Maar dat is dus van de baan. Dus we gaan nu lekker bij ons gezellig lunchen. Brunchen. Voor mij is brunchen, voor hun is lunchen. Maar hun staan dus om 1 uur op de stoep. En het is nu dus daadwerkelijk 40. Dus het was net 38 daarom. Dus ik moet opschieten. Want ik heb nog 20 minuten. En ik moet dan nog poetsen. En dat is eigenlijk alles. Zover ik nu kan bedenken eigenlijk. Maar ja. Oh, ik heb hier nog een stiekje zitten. Ik was een stiekje kwijt. Ik had er gisteren 2 mee. Want ik had 2 vlechtjes in toen ik naar Rick ging. Ik had, dat heb ik jullie helemaal niet gezien, maar ik had mijn haren gewassen. Ik had het in 2 vlechtjes gedaan, want het wilde niet fatsoenlijk krullen, zeg maar. Dus ik had het in 2 vlechtjes gedaan, als zo'n klein 5-jarig kind. En toen had ik dus 2 stiekjes toen ik gisteren bij Rick was, of eergisteren bij Rick was. Toen ben ik dus eergisteren bij Rick blijven slapen. En gisteren ben ik eigenlijk daarna niet meer eerst naar huis gegaan en daarna naar Sil. We zijn meteen doorgegaan naar Sil. Dus daarom. Had er dus nog 2 stukjes bij. Helemaal niet interessant dit. Maar toch voor het idee. Ik ga nu mijn tanden poetsen. Want ik ben nog steeds aan het uitstellen. Ik heb wel nu gewoon warme voeten. Dus dat is in ieder geval fijn. Beneden hebben we vloerverwarming. Dus dat is ook fijn. Dus ik hoef geen schoenen aan. Bedoel ik daar eigenlijk mee te zeggen. Ik moet mijn gordijnen nog open doen. Ik moet nog even een raampje openzetten. En dan komt alles goed. En dan kan deze dag gewoon fantastisch beginnen. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze vlog. Ik hoop dat jij een leuke dag voor de boeg hebt. Met een leuke mensen om je heen. En dat jij leuke dingen op de planning heb staan. Ik wilde zeggen, leuke dagen voor het oud en nieuw hebt gehad. Maar dat kan ook. Maar waarschijnlijk is deze vlog echt veel en veel te laat als deze geüpload wordt. Dus ik weet niet eens wanneer deze vlog geüpload wordt. Dus ik ga er ook niet eens meer over beginnen. Oké, gordijnen open, tanden poetsen. En dan ben ik ready om vervolgens over een half uur eten in mijn bakjes te douwen. Zo, lekker. Lekker woordgebruikers in. Met een geen tandpasta mond, zeg maar. Heb ik daar ook zo niet aan. Chirange is zeg maar het juiste voorbeeld. Dat het vies smaakt, zeg maar. Maar ik heb het ook met meerdere dingen. Oké. Ja, nou zijn we aan het gebruik. Misschien een beetje hoog, maar dat maakt niet uit. Lampjes aan. Ik ben nog steeds aan het uitstellen. Ik hoor nu gewoon mijn tanden poetsen. Wat doe ik? Lampjes aanzetten. Oké, die aan. Deze aan. Oh, daar gaan we.
Ja, goed, zo is in de waterstekker maar weer voor. De lampjes gingen wel aan voor 2 seconden, maar ja. Zo, ja, ze zijn aan. Mijn camera is daarentegen echt een piebende. Maar ze zijn er in ieder geval aan. Dus tanden poetsen, kraan maken. En we kunnen er tegen. Ja, ik heb hem weer omgekleed. Ik heb namelijk een rode trui aan in plaats van een blauwe net. En ik zit weer op mijn bed. Het is avond. Het is ook gewoon donker alweer. Zoals je waarschijnlijk al wel had kunnen zien aan het shot. Maar ik heb vandaag totaal niet gevlogd. Dat kwam omdat we eigenlijk vanmiddag dus inderdaad naar mijn suikerroom zijn gegaan. Daar hebben we geluncht. Dat was namelijk ook de planning. Oh, sorry. Dat was namelijk ook de planning. En vervolgens hebben we gaan buurten. En toen was het opeens 6 uur. Dus we zouden nog bijna daar blijven avondeten. Dat hebben we niet gedaan. Ik ga hem heel even neerzetten, want ik heb net mijn dekbed losgetrokken. Maar we zouden daar gaan eten. Of we waren eventueel van plan om daar te gaan eten. Dat ging uiteindelijk niet door. We zijn toch gewoon lekker naar huis gegaan. We hebben uiteindelijk hier gegeten. Toen is er nog heel veel bezoek geweest. En hebben nog heel even hier gebeurd met het bezoek. En ik ben nu op mijn bed gaan zitten om heel even nog boek te lezen. Om even mijn goede voornemen daadwerkelijk waarheid te maken. En ik heb iets te veel koffie gehad vandaag, merk ik. Misschien niet al te slim, maar ik denk dat ik... Ik heb de tel niet bijgehouden, maar het zou best 6 koppen kunnen zijn. Dus ik ben ergens een beetje misselijk van de koffie. Ik heb net een paracetamol gepakt. Want ik weet niet of het gewoon misselijkheid is. Of vanwege niet de koffie. Of wel de koffie. Dus ik heb heel even paracetamol gepakt. Om toch heel even de misselijkheid te onderdrukken, zeg maar. Hij komt er dan nog wel een beetje doorheen, merk ik. Dus dat is een beetje het jammeren. Maar we gaan daar ook lekker een boek lezen. Dan even mijn hoofd leegmaken. En we gaan lekker slapen. Ik hoop dat jij ondanks alles toch hebt genoten van de vlog van vandaag. Is dat zo gewoon? Dan even met mijn... Oké. Druk een heel veel blauw duimpje omhoog. Druk even de rode knop hier beneden om te abonneren. En druk heel veel duimpje omhoog. Dat geeft vermiddel als ik een video upload. En hopelijk zie ik jou morgen terug bij een gloednieuwe vlog. In die tussentijd wens ik jou al het geluk van de hele wereld. Hoop dat jij deze dag hebt beleefd. Of deze dag gaat beleven. Met leuke mensen om je heen. Met leuke en gezellige mensen om je heen. Met een dag met leuke plannen op de planning. En al heb je niks op de planning staan. En is het tegen de tijd dat jij deze vlog kijkt nog steeds lockdown? Dan hoop ik dat je lekker gezellig niks hebt gedaan. En gezellig een uitrustdag hebt gehad eigenlijk. Want uitrustdagen kunnen ook leuke dagen zijn. Dus alles bij elkaar hoop ik gewoon dat je in het algemeen een leuke dag hebt gehad. Te vaak leuk gezegd. Zeker wel. Maar tot morgen. Hopelijk zie ik je morgen trouwens. En wel rusten. Doeg!